Ik zit zo constant te irriteren aan zitten, zo soort van dit stukje en dit stukje. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik ben lekker wakker. Ben je trouwens nog niet nieuw? Kijk deze vlog, zou super tof zijn als je hier beneden abonneert. En vast een blauw duimpje klikt. En ik ben bezig met lekker koffie die al klaar is. Alleen melk en suiker in moet gooien. En ik ben net wakker. Echt het. En het is nu over 5 minuten 11 uur alweer. Dus. En dan moeten we even de camera even groot zetten. Dus. Ja. Super lekker weer. Zonnetje schijnt. Lucht is blauw. Ik zeg dag of een pootje. Kom maar gauw. Ja, die is er al. Ik ben hier. Dus gauw lekker koffie drinken. En dan genieten van de zee. Want het is niet echt zonnetje nou. Vergeleken met gisteren. Dus eigenlijk was het meer zonnetje om mijn verjaardag. Dan gisteren. En natuurlijk. Eigenlijk voor mij is het nu tweede paasdag. En voor jullie is het nou donderdag als ik goed heb. Gewoon het gaat uit het hart zeg. Nou we hopen dat de crisis al voorbij is. Maar alles positief kijken. Maak er gewoon een hele leuke dag van. Ik hoop dat jullie deze dag een leuke paasdag hebben gehad. Al deze tijd. Maar dat is het belangrijkste als jullie maar een leuke dag hebben gehad. En wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Wat er ook is. En maak er een mooie dag van altijd. Maar ja, dan ga ik nu even lekker achter de computer. Want we moeten geëdit worden ook natuurlijk. Dus dan ga ik dat even doen. En Ganya staat weer in de weg. Hey Ganya? Kaya! Ah, hij reageert niet op mij. Kaya! Je zit loopt altijd in de weg, hè? Hij zit te kijken, wat ben jij weer aan het doen? Nou, ja. Ik denk dat trouwens mijn camera morgen voor mij morgen binnenkomt. Want ik heb zo... Je hebt natuurlijk dat je zo... post... NL app heb en dan kan je post volgen natuurlijk, maar ik heb nog niks gehoord. Het is nog voor mij afwachten wanneer je binnenkomt post. We gaan het allemaal wel zien. Ik vond het trouwens een beetje frisjes, dus ik heb even een flesje dicht gedaan en ik zit eigenlijk in de periode dat ik echt ongelooflijk nu lui ben. Oh, maar het is nu de kans alleen maar groter dat eigenlijk mijn nieuwe vlogcamera morgen binnenkomt. Ik ga het hopen. Ik ga het echt hopen. En ik kan niet wachten. En ik zal net te kijken. Ik zal de video vandaag net te renderen, te editen. En bij deze camera doet deze ook heel apart. Heel vreemd. Maar ik weet niet wat het is. Die vlog hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Misschien hebben jullie een beetje gezien dat ik bewerkt heb. Maar het is heel vreemd gewoon dat hij niet echt goed pakt. Misschien komt het door het editenprogramma. Ik denk dat daar misschien aan ligt. Maar ik heb geen betere dan dat. Dus helaas. Maar ja. Ik ga nu lekker relaxen en luieren. Want ja, daar ben ik even aan toe. Want ik ben er gewoon een beetje moe aan het worden. Heel nu eigenlijk op het moment. Omdat ik eigenlijk best wel laat heb geslapen. Vandaag ben ik weer laat geslapen. Uur of 4 ging ik pas slapen. En uur of 10 wakker geworden. En nu is het alweer... tijdje verder. En maar het is ook veel minder warm weer dan gisteren. En het is nu, ik zag op mijn telefoon, zat daar al te kijken, 10 graden. Als je gelijk met gisteren, 12 april, zo te zeggen. Voor mensen die denken, welke dag bedoel je dan? Dus ik bedoel 12 april. Toen was het gewoon in de 20 graden. Of 19 of 18 graden. En nu 10 graden. 10 graden! Hoe dan? Hoe kan het ineens zo ver? Echt, maar dat is gewoon denk typisch Nederland. Dat zo erg weerverschil is in hier in Nederland. Soms is het ineens warm, gewoon vergolf, en dan boem, weer naar beneden. Zo altijd typisch Nederland. En ben ik ook wel trouwens benieuwd over Moai. Ik denk dat jullie ook wel vast hebben. Laat het weten in de reactie. En ik zag een hele toffe reactie voorbij komen van over mijn winkel.
Dat inderdaad geen bewijs hebben. Jullie zien hier het verhaalstukje ervan. En zoals jullie ook lezen, staat er dat de persoon het bewijs is, want hij komt wel eens in mijn winkel. Is niet anders, moet er maar mee doen. En ik moet er maar wat van maken. Ik kijk gewoon positief, want ik ben blij dat ik aan de ene kant werk, maar aan de andere kant ook weer niet op dit moment ander. Maar, en ik wil diegene sowieso bedanken voor de steun. En een mooie reactie achter heb gelaten. En ook van die andere persoon, die zei ook wat. Dus we lieten wel reactie weten van, goed, let goed op jezelf. En dat ga ik zeker doen. Ik hou mezelf sowieso in de gaten. En dat is wel het belangrijkste. En ik kan niks anders. Ik kan niks anders dan mezelf goed in de gaten houden. Ja, en al heb ik het. En heb ik het dan niet, heb ik het niet. Het is nog wel afwachten. En we gaan het zien. Maar ik heb al temperatuurmeter zoals jullie hebben gehoord. Ik ben toen gelijk ging slapen, heb nog mijn temperatuur opgemeten. Onder 37 Celsius in ieder geval. En dat is een goed teken. En daar moeten we houden. En daar gaan we voor. Dus dat is iets positiefs. Dus ik ben er blij mee dat dat in ieder geval positief is. En ik blijf hem testen. Ik ga vandaag weer testen wat mijn temperatuur is. Elke dag. Ik zie dat het ineens donker is nu. Maar dan gaan we veranderingen brengen. En dat is licht aanzetten. En ik weet niet of jullie dat ook doen. Eigenlijk 13 april zou er eigenlijk finale zijn van KNVB-beker Feyenoord-Utrecht. Ben ik wel benieuwd naar. Zijn ze mee bezig opnieuw gespeeld? Maar wat bedoel ik hiermee te vragen is, wat denken jullie? Wie gaat de beker winnen? Ben ik wel benieuwd naar. Er wordt sowieso, willen ze gaan spelen. Dus ik ben benieuwd. En wat ik ook zag, mijn moeder had iets over gezegd. Maar dit vind ik mooi om aan te zien. De bloemetjes gaan open. Hier is al eentje open. Hier is al eentje open. Hier gaat er eentje open. Even kijken waar nog meer open gaat. Dat vind ik zo leuk om te zien. Hier gaat er eentje open. Hier. Hier gaat er al eentje open. Die begint echt net beginnetje. Dus dat betekent dat het bij mij nu goed gaat. En ik ben benieuwd hoe dat lang gaat volhouden. Dat is voor mij altijd een vraag. Maar ik zit al een beetje rond te kijken naar die bloemen. Hier. Eentje al een beetje slap. Mijn moeder zei wel iets over planten die iets van afgeven. Dat rood. Maar ik denk dat ze bedoelt van dit knopje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dit. Dus deze. Dus dit bedoelt dit. Rode. Dat afgeeft. Dus ik ben benieuwd. En het is nu over een paar minuutjes 8 uur alweer. Vraag je af. Ik heb dat net al gegeten, dus even snel een broodje. Want ik heb het al de rest had ik niks. En ik had niet zo super veel honger. Dus ik dacht, laten we gewoon even lekker snel brood eten. Ik vond, waarom heb ik gewoon brood gegeten? Ik vind het wel belangrijk dat ik ga eten. Dat was wat ik wou zeggen. Ik zit al een tijd achter YouTube te kijken. Ik vind dat het lekker relaxed. Gewoon YouTube kijken onder het Ik vraag me af, je kan heel verschillende manieren natuurlijk YouTube kijken. Ik kijk of op mijn computer, of nu deze keer hier, omdat mijn internet op mijn laptop uitstaat. Eigenlijk staat deze kaart in de weg. Maar ik ben benieuwd. Kijken jullie op tv? Ik heb wel eens gezien, want dat mensen soms wel eens naar me snappen. Dat, of naar mijn Instagram. Bericht sturen van dat ze via tv kijken. Het was een belletje van begeleiding. Dat ik mijn geld kreeg. En die heb ik nu. Ja, dat was een belletje van begeleiding. Dus, en nu ga ik klaarmaken om deze verder af te spelen. En ik was toen even snel nog naar de postbus gegaan en even folders opgehaald. Dus dat heb ik ook even snel gedaan. En nu maar verder YouTube kijken. En dan een beetje bijkomen van de dag. Even laten bezinken hoe raar het is. Om eigenlijk deze dagen.
Nou, we moeten er gewoon niet leuks van maken. Lekker zingen, lekker muziekje luisteren, moet je gewoon doen. Gewoon, ja, dat maakt je wel een beetje blij in ieder geval. En wat ik ook heel blij maak, dat jullie snappen hoe ik me voel. Maar ik probeer er niet te veel over te hebben, maar ik wil er positief draai in te zetten. We moeten er wat van maken. Gewoon kaars hard in de riem te steken. En dat is het enige wat we kunnen doen. Elkaar gewoon proberen laten lachen. En dat ze probeert zoals ik probeer gewoon wat leuk van te maken. Al, ja, vooral hier kan ik iets speciaals. Ja, heb ik wel. Ik ben blij dat ik even een paar dagen even thuis heb gezeten. Hoe bedoel ik dan mee? Ik voel me dan wel dat ik adem kan happen, om het zo te zeggen. En ja, dat wil ik alleen nog zo zeggen. Ik zit zo constant irriterend. Zit zo'n soort van dit stukje en dit stukje van mijn baardstukje. Zo irritant. Er zit echt nog te kriebelen. Dus wat ik nu ga doen, anders blijf ik uitstellen. Ik ga het even toch even doen. Ga ik even scherenapparaat pakken. En dan ga ik even scheren. Maar ik hoop alleen dat hij wel opgeladen is. Dan zet ik even lichtje aan. Dus ik ga wel echt hopen dat hij opgeladen is. Zijn nog wel ongelooflijk lang. Zo, dat is even nodig. Zo, dat is even. Hoe zit het gebeuren? Dat is even lekker geboren. Om dat even lekker eraf te scheren. Zo, wat ik nu ga pakken is een andere. En dat is deze. Want die moet ik even gebruiken. Het is helemaal hier zo, joh. Oh mijn god. Zo, zet het ding eraf. Dat is niet goed. Ja, dan trek ik heel even statief neer. En dan doe ik van binnen. Deze is gewoon echt leeg. Zo, dit is gebeurd. En dan ga ik nu maar lekker nou echt waar ik mee bezig was. Oh, het is dat even lekker gevoel. Zo, dat was echt nodig. Zo, dit ziet een stuk beter uit. Wat vinden jullie hier? Het is toch veel beter? Wat ik eerst had. Oh mijn god. Dat ik eerder had niet had gedaan. Ik heb me even een wasje aangezet. Want het moest ook even gebeuren. Want ja, ik was helemaal vergeten. Ik zat even in relaxed mode, om zo te zeggen. Ik dacht, oh ja, shit. Ik moet nog een was doen. Mensen, daar wil ik echt aan houden. Dat sowieso elk week even mijn bed schoonmaak. En als ik mijn bed heb schoongemaakt, vind ik wel gelijk dat ik even die was aan moet zetten. Want ik heb hier ook nog een was hangen liggen. Die moet ook nog gevuld worden, nog gewassen worden. Dus het moet nog gebeuren. En ik zit net nu lekker in YouTube te kijken, toevallig. Stuk TV, zo leuk kanaal vind ik het. En ik dacht, nou moet het echt gebeuren. Want anders ga ik het elke uitstellen. Wat ik nu ook zit uit te stellen is, en op te stapelen is, dit. Ja. Zelfs dat. Ja. Laten we maar een keer even morgenochtend, als ik er tijd voor heb, even dat wassen. En ik zal net de vloggen natuurlijk. Ook toen ik aan het scheren was. Maar toen brak het ineens iets. Echt, ik weet niet wat ik heb. Maar echt heel veel dingen gaan bij mij kapot. Kijk, de ene pootje is afgebroken. Hier zo. En die pootje ligt hier. Ja, maar ik maak er niet zo druk van als hij kapot is. Ja, als hij stuk is, is hij stuk. Ja, ik kan daar ook niks aan doen. Bijvoorbeeld met die camera. Nou, ik kan niks doen want hij kapot is. Ja, dat is zo gewoon echt YouTube leven eigenlijk. Dat ze gaan gewoon kapot gaan. En ja, dat heb je wel eens. Dingen gaan wel eens kapot. En is wel, ja, dat kan ook, ik zeg gewoon ook eerlijk, het is ook onhandigheid van mij. Ik ben een type die onhandig is. Nou, dat weten jullie misschien al. Daar heb ik heel vaak over verteld natuurlijk.
En wat ik eigenlijk ook vergeten te melden is, ik had heel vaak over dit. Maar het is nu een keer wel eigenlijk belangrijk dat dit aan Gaia geeft. Wormen, ontworming, volgens mij. Als ik het goed heb. Nou, zoals jullie horen, was dat lekker aan. Dus, en ik krijg ineens benauwd. Ik weet niet wat ik heb, maar of ik heb benauwd. En dan doe ik een vestje uit en heb ik het weer koud. Maar voor de rest voel ik me goed. Ik ga mezelf zo nog even wat temperatuur meten. Ook even belangrijk. Maar dat kan ook dat ik warm heb, omdat ik net bed heb gedaan natuurlijk. Ik heb dat zo vaak, heb ik bed gedaan en dan krijg ik ineens benauwd. En over een paar uurtjes heb ik koud. Dus, het is zo lekker. En ik heb hier dat jeuk overal. Ik weet niet wat het is. Sinds ik gestorven heb, ik heb heel veel jeuk. Misschien dat door mijn baard ook om haar om mijn lichaam zit. Zou je dat kunnen? Maar ja. Ik ga lekker even verder een stuk tv kijken. Laten we dat even lekker doen. Ik ben lekker YouTube aan het kijken geweest. En nu is ook een keertje tijd om te slapen. Ik ben bed gedaan. Het enige wat ik moet doen. Vind ik maar van mezelf. Dat ga ik vanavond vergeten. Om alvast te doen dadelijk. Dat weet ik zeker. Gelukkig wasje opgehangen. Heerlijk. Maar wat ik eigenlijk snel wil zeggen is. Ik ben zo'n type. Die altijd probeert positief te blijven. Maar ik weet niet. Ik denk dat nu gewoon iedereen op dit moment door deze situatie somber is aan het worden. Irritaties, noem maar op. Al heb ik het fout, laat even weten in de reactie. Ik denk dat het gewoon nu een beetje langzaam aan het komen is, nu vooral. Maar daarvoor moeten we eigenlijk voor elkaar klaarstaan, eigenlijk vind ik. En dankzij jullie, ik heb sommige mensen al hebben gemerkt dat ze voor me klaarstaan, die vind ik super lief. En dat geeft wel een beetje hart door mijn riem. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Dat me wel een beetje kracht geeft. Om me leuks wat te maken. Zoals laatst zin ik heel blij ben met de bloemen ben. En noem maar allemaal op. Weet je, dat is wel iets positiefs natuurlijk. En dat ik blijf vloggen, kan je ook wel eens positief zien. Want ik blijf toch doorvloggen. Door deze situatie blijf ik proberen klein vlogs maken en dat vind ik gewoon belangrijk dat het wel elke dag vlogline is. Ik vind het gewoon belangrijk, al is zo'n minder moment, positief of minder moment, vind ik gewoon laten zien hoe de is situatie. Hoor me bij vol, ik moet ook soms een ei kwijt natuurlijk. Dan ga ik nu lekker vlog afsluiten in ieder geval en dan lekker mijn bedje in. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters.